Het is zaterdagochtend, rond een uur of 8 en er zijn 4 koeien ontsnapt vannacht. Kijk, Julian loopt nu naar ze toe en dan moeten we kijken of ze ze naar huis gestuurd kunnen krijgen. Dit is extreem kut. En ik bedacht me opeens dat ik jullie nog iets wil laten zien. Dat is namelijk dit. Dit is Prim Spread. En het is een soort van smeerkaas gemaakt van die biest. Het is bijna op. Ja, qua kleur het heeft een beetje. Ik weet niet waar het aan moet denken, maar ja, nou, het is dus gewoon een soort van smeerkaas. Dus nu gewoon wat nemen en gewoon... Ja, de smaak is moeilijk te omschrijven. Het is... Ja, een beetje kazig, maar je proeft wel gewoon melk en het is ook zoet. Het is best wel zoet uit zichzelf. Ik weet ook niet of we het in Nederland hebben. Ik heb nog nooit eerder in Nederland gezien. Nou, het is wel heel lekker. En er zit van nature veel calcium en jod in. Nou, dat lijkt me gewoon even leuk om te laten zien. Hier, op deze plek in Noorwegen, eten we vrij weinig groenten en fruit. Dat heeft me van het begin af aan eigenlijk al verbaasd. Gewoon hoe weinig groenten en fruit we eten. En daarom neem ik elke ochtend, en nu middag dan, want ik... Dit is nu pas voor het eerst dat ik eet, neem ik 1 pil met omega 3, vitamine A, D en E en eentje voor de B-vitamine. Deze van omega 3, die is niet lekker. Die smaakt ook echt naar vis, want omega 3 zit in vis, dus... Voor alle vitamintjes en de gezondheid. Oké, ik ben dus nu in het vertrek voor de schapen. Ik ben dit gedeelte aan het vullen met stro, omdat we zo meteen de schapen van daar buiten hier naar binnen halen om ze dan over een paar dagen te scheren als ze zijn opgedroogd. Maar ik heb volgens mij al vaker verteld dat ik lang ben hier in Noorwegen. En met dit klusje merk ik het al helemaal, want... Maar ik ben op zich niet heel erg lang. Volgens mij ben ik gemiddelde lengte in Nederland. Maar deze stokjes hier zitten zeg maar precies als ik hier sta. Maar op voorhoofdhoogte. Als ik niet oplet, loop ik er de hele tijd tegenaan. En ik loop er dus ook de hele tijd tegenaan. Vreselijk irritant is. Tijn, je bent gewoon normale lengte hier. Dan heb ik het trouwens over allebei de tijnen. Die zijn allebei normale lengte hier. Right. Zaterdag, een week later. Ik ben net met mijn voeten in die plas gaan staan. Maar het is dus vandaag erg mooi weer. Het is een goed zonnetje. Dit ding moet geverfd worden. En het kan niet als het regent. Dus dat ga ik gewoon vandaag even doen. Dan gaat gewoon even een nieuw laagje lak over. Zo'n cheddar kleur. Ja, het ding is, ik ben nu wel leuk bezig met dit lakken en zo, maar ik heb geen idee of ik het goed doe. Te laag, te dun is of te dik. Schuifschep ding. Er waren net weer schapen ontsnapt. Dus ik ben helemaal goor. Super chill. Zo, deze is nu klaar. Helemaal even geel. En deze is ook klaar. Ik hoefde een deel niet te doen, die streep. Ja, ik weet niet precies waarom, maar dat hoeft toch gewoon niet. Die verf van net bleek dus op oliebasis te zijn. En het wil gewoon niet van mijn handen af. Het is heel irritant. Ik heb geprobeerd om het ook gewoon te wassen met benzine of zo, maar het werkt gewoon niet. Maar ja, waarschijnlijk bij het douchen gaat het zo meteen. Ik kon het wel goed. Dus nu is het tijd voor pannenkoeken. Oké, ik heb gedoucht en ik ben helemaal klaar, maar ik heb hier nog allemaal was hangen. Dus ik wil jullie even een trucje laten zien. Hier komt hij, oké? Conceres Lawandi. Oh, kijk. Netjes opgevouwen. Het is wel vreemd, want de sokken worden altijd een beetje vreemd opgevouwen, maar nou ja. Best handig, toch? Oké. En nou even goed mikken.
Fuck. Oké. Nog een keer. Nog een keer, nog een keer. Nog een keer. Nog een keer. Shit. Kom op. 3 maal scheepsrecht. Wow. En dat ligt er ook meteen een beetje netjesachtig bij. Ja. Zoals je kunt zien heb ik 2 dekens. Het heeft er onder andere mee te maken dat het wat koud is. Dus ik heb hier ook een verwarming. Die gebruik ik sinds kort. Maar de 2e deken is vooral omdat ik ben... Voor Noorwegse maten gewend ben ik dus iets te lang. Dus ik paste nooit goed onder mijn deken. Mijn tenen staken altijd uit en het was koud en het was kut. Of als ik dan wel tenen had, dan kwam het deken tot hier. Dus dan was het daarboven koud. Of zeg maar tot zeg maar ongeveer hier. En dat was niet chill. Dus ik heb een 2e dekentje, dus die leg ik zeg maar over het bovengedeelte en de rest van de deken gaat over de andere gedeelte van het lichaam. En nog 1 dingetje, dit gaat over mijn laptop. Mijn laptop is namelijk op zich wel gewoon een ongelooflijk goede laptop, hij is vreselijk snel. Maar er is 1 probleempje en dat is dat sommige letters doen het niet. Dus bijvoorbeeld de E doet het niet, weet je, andere letters doen het wel. Maar de E, die doet het niet. De G... En de H allebei doen het niet. Maar de L, oh die wel. Nee, welke was het nou ook weer? Ja, bijvoorbeeld deze, dit soort dingetjes, die zijn iets minder belangrijk, maar die doen het niet. Maar wat ook irritant is de functieknop. Die doet het niet, dus ja, allemaal bepaalde functies van mijn laptop, die doen het niet. En ik heb... Mijn laptop is de Lenovo i... 520 of zo. En nou, ik heb gewoon gezocht. En het blijkt een vaak voorkomende. Dit probleem komt vaker voor bij dit model. En blijkbaar zijn er heel veel mensen die dit probleem hebben. Dus ondanks dat het een hele goede laptop is. Het probleem zit hem ook echt alleen in de laptop zelf. Als ik gewoon een toetsenbord van buiten in de laptop zou pluggen, dan zou die gewoon werken. Het zit gewoon echt in de hardware van de laptop zelf. Dus ja, ondanks dat het een hele goede laptop is. Zou ik toch mensen die misschien over deze laptop zaten na te denken, heel toevallig of zo, zou ik hem niet aanraden. Want ondanks dus dat hij heel goed is, is gewoon dit is heel storend. Want ja, weet je, dan wil ik ideeën uittypen voor vlogs die ik wil gaan doen of video's die ik wil gaan maken. Als ik weer thuis ben en dan kan het niet, omdat gewoon de E is een best wel cruciale letter. Dus ja, dat is gewoon heel frustrerend. Dus ik denk dat er betere opties zijn. Yo mensen, ik heb net een coke met Pierre opgenomen en daarom ook dit shirt aan. Maar dit is dus hoe ik film. Wacht, ik ga even het gerecht aan de kant halen, want dat wil ik nog niet spoileren. De tafel is een beetje smerig, want ik had echt geen zin om het op te ruimen en zo. Maar dit is dus hoe ik heb gefilmd. Ik heb mijn telefoon op 2 stoelen staan en dan die kop erop, zodat mijn telefoon niet omflikkert. Want ja, ik heb gewoon, ja. What the fuck? Waar de fuck is hij? Oh, daar is hij. Oh, ik weet niet of jullie hem kunnen zien. Normaal gesproken geeft hij niet zoveel fucks. Maar kijk, daar zie je. Dat is een van de schaapmannetjes. En die ontsnapt eigenlijk gewoon dagelijks. Maar we zijn gewoon gestopt met het geven van ook maar in een enkele fuck. Want hij... Oh, hij gaat gewoon terug automatisch. Maar dat komt omdat hij gaat aan het gras eten hier buiten en zo. En dan, ja. Hello. What? Sheepman? Yeah. I'm showing my friends that the sheepman escapes every day. Everything okay in cowhouse? Okay. Oh, yeah, okay. Milk go up or down? Yeah. Oh, no, nah, okay. That's a little bit good, I guess. Not so much. Yeah. Nah, it's something. Well, say hello for your friend, for me. Yes, Julian says hello. Okay, man. Yeah, that was dus Julian. Maar daarom wil ik dus graag, zou ik het zoveel chiller vinden om gewoon een camera te hebben met een statief. Omdat ik dan ook, kan ik het beeld ook iets meer draaien dat je de tafel beter kan zien en zo. Maar dat is allemaal voor later. Maar, komen we op jaar nummer 2. Ja, het wordt wel een korte, dat is het wel. Ik breng zeg maar naast de vlog uit. Het is wel een korte video, maar ik hoop dat die wel gewoon, dat jullie er wel gewoon van kunnen genieten. Ja, hartstikke bedankt voor het kijken van deze vlog. Laat een like achter. Als je de vlog nummer 5 nog niet hebt gezien en of je nog geen like op hebt achtergelaten, ga er dan heen. Laat die like achter. Want bij 35 likes ren ik daar zo buiten de rivier in. Een keer op een ochtend, zaterdag, zondag, niet door de week, want dat red ik. Dan ga ik mentaal dood. Ja, 1 ding waar ik ook over loop te twijfelen is. Ik ga me af, hoe zou je het vinden als ik deze vlogs in het Engels zou gaan doen? Want in het Engels, weet je, ik praat nu in het Nederlands.
En dan heb je maar, limiteer je zo erg in het publiek. En ik denk dat als ik het in het Engels zou doen, dat ik dan een groter publiek zou kunnen bereiken. En ik hoef niet per se YouTube famous te worden of zo. Maar op zich lijkt het me wel leuk als ik gewoon iets meer views zou kunnen krijgen. Weet je? Dat er gewoon meer mensen zijn die gewoon je werk kunnen zien. En meer feedback, weet je. Dat op zich lijkt me dat chill. Dus dat is gewoon iets van, laat het in de reacties achter. Of ik zeg van, nee Jan, we hebben gezien steenkolen Engels. Flikker een end op. Dan doe ik het niet. Of dan stel ik het uit en dan vraag ik het over een maandje weer. Maar ja, dat zou ik gewoon graag willen weten. Maar ja, hartelijk bedankt voor het kijken. En vergeet niet achter je oren te wassen. Ik zie je in de volgende.